Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Oh, een nieuwe week. Ik ben wakker. Ik ben gisteren teruggekomen uit Gent en Antwerpen. Super tijd gehad daar. Super naar mijn zin gehad. Als jullie een beetje hebben gehoord of wat, dan weten jullie dat ik afgelopen week mijn beelden uit Brussel ben kwijtgeraakt. Gelukkig heb ik alle beelden van Gent en Antwerpen nog staan op mijn laptop. Ik ga ze vandaag even aan de vriendin van mijn moeder laten zien. En daarna is het tijd om alles te gaan editen. Maar mijn vakantie is nog niet voorbij. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker doorvloggen. Excuus voor alle achtergrondgeluiden. Ik ben een vlog aan het kijken van Alicia Marie. Ik heb net koffie gezet, want ik heb trek in koffie. Ik heb heel vast geslapen vannacht. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval heb ik wel goed geslapen vannacht. In ieder geval ga ik dus vandaag de beelden editen van de vlog van Gent en Antwerpen. Een super lange video, het is een uur lang, maar zo ontzettend leuk. En ja, ik heb er heel erg veel zin in. In ieder geval ga ik vandaag eventjes naar de vriendin van mijn moeder toe. Want daar gaat ze behangen, mijn opa gaat daar behangen. Dus ik ga er ook heel even te helpen, even te vertellen hoe het er was en al die dingen meer. Dus dat is wel leuk. Dus ja, we worden wat voor de boeg vandaag. Trouwens niet door mijn handen, mocht je denken, joh, waarom zijn die zo oranje? Ik heb zelf bruiner gebruikt en dat is niet helemaal goed gegaan. Tenminste, ik heb het niet helemaal uitgesmeerd. Bah, maar goed, in ieder geval ga ik lekker wakker worden, even een kopje koffie drinken en daarna ga ik aankleden. Want dat heb ik dus nog niet gedaan. Dus maar even gauw een kopje koffie. Goed, ik heb me even een beetje klaargemaakt. Ik heb een topje aan, grijze broek, mijn nieuwe schoenen, mijn Nike's en dan een witte trui aan die ik de afgelopen 2 dagen ook aan had. Want het dient zo lekker als jas. Heerlijk. Tas ingepakt. Mijn laptop heb ik mee zodat ik de beelden kan laten zien. En volgens mij staat mijn opa zo voor de deur. En gaan we even naar de vriendin, want dan moet het ook behangen worden. Goedemorgen, het is de volgende dag. Het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag teamen met mijn tante voor mijn verjaardag nog. Ik heb nieuwe kleding aan vandaag, helemaal blij. Ik heb dit shirt gisteren gehad bij New York. Ik heb de New Yorker. Superleuk ding, omdat de voorkant is recht, vind ik heel tof. Het is een strak shirt, dus ik heb hem in mijn broek gestopt. Ik heb een nieuwe blauwe broek aan. En mijn Nike Airs, mijn bruine, lopen heerlijk. En uiteraard mijn Calvin Klein tasje heb ik bij. Helemaal leuk. De camera is overigens leeg, dus ik ga hem niet meenemen. Maar ik ga wel de camera opladen. En ik ga gewoon lekker even met mijn tante samen genieten van de high tea. Maar ik zal, als ik het niet vergeet, wel even wat foto's van de high tea hierin plaatsen. Dus tot straks. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik ben al even wakker. Doe ik deze gordijn even open. Ik ben nog even wakker, want het alarmsysteem is vannacht afgegaan. Dus we stonden vanmorgen allemaal naast ons bed heel vroeg. Dat was wel een beetje jammer. Maar goed, in ieder geval, het is 6:15. Ik heb een wekker 6:15 gezet om voor mijn vader broodjes in de oven te doen. En klaar te maken voor zijn werk. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb mijn kamer gisteren veranderd, zoals je ziet. Mijn bed staat daar. Stoel en het kastje staan hier. En stoel zit daar. Maar ik ga het straks wel even laten zien. Ik ging niet terug slapen. Maar gewoon even mijn telefoon. Dus ik ben op zich toch wel wakker nu. Dus misschien dommel ik straks nog even in. Maar mij niet uit. In ieder geval heb ik wel koffie. Dus die ga ik even drinken. Goed, het is inmiddels de volgende dag, of tenminste dezelfde dag, want ik heb vanmorgen gevlogd. Ik ben helemaal de draad kwijt. Ik ben al 3 keer naar huis gelopen omdat ik de helft van gehad. Maar goed, het is donderdag zoals ik vanmorgen al heb gezegd. Ik ben lekker gedoucht en aangekleed. Ik heb mijn Fila's aan, blauw broek, zwart shirtje en mijn zwarte jasje uit Antwerpen. En uiteraard mijn nieuwe Calvin Klein tasje die ik in Gent heb gekocht. Nog steeds super blij mee. Ik heb vandaag een paar dingen te doen. Boodschappen halen. Maar voordat ik boodschappen ga halen, ga ik eerst op een missie.
Het is namelijk vandaag 2 september. Wat betekent dat de pumpkin spice lattes bij Starbucks weer verkrijgbaar zijn in Nederland. Normaal ga ik er niet zo op de dag snel hier naartoe, speciaal voor pumpkin spice. Normaal haal ik het als ik er eenmaal een keertje langskom. Maar vandaag dacht ik, ik moet hem gewoon vandaag al hebben. Dus ik ben onderweg naar Rotterdam Centraal om koffie te gaan halen. Normaal, wat ik zeg, normaal haal ik het gewoon als ik er in de buurt ben. Maar vandaag is er een ochtend dat ik er echt specifiek, speciaal naartoe ga en naartoe wil voor een pumpkin spice. En dan hoop ik dat ze hem hebben. En dan ga ik daarna weer naar huis. Maar ik moest het gewoon halen vandaag. Zo gezegd, zo gedaan. Om 10 uur komt de man van de alarminstallatie. Die was gisteren ook geweest. Voor informatie. En vandaag komt hij onze nieuwe alarmcentrale alweer installeren. Dus dat stopt. We krijgen een compleet nieuw systeem met beveiligingscamera's binnen en buiten en zo. Dus we zijn helemaal safe. Maar in ieder geval, onderweg naar Rotterdam voor een kop koffie. Echt helemaal lekker ben ik niet, maar goed. Goed, verandering van route. De metro weet ik niet, een storing. Dus ik ben naar uitgegaan bij Dijkzicht, bij het ziekenhuis in Rotterdam, Terras op MC. Om daar koffie te halen, want daar zit ook een. Ik ben er weer. Ik ga nu de boodschapjes halen. Deze. En boodschap doen. Goed, de servicemonteur is hier echt 2-3 uur geweest. 3 uur, meer dan 3 uur. Maar alles hangt. En heel fancy. Alles werkt echt heel fancy, het installatiesysteem. Alles kan gedeeltelijk op slot. Of compleet op slot. Heel netjes, maar ondertussen, ik zei een paar uur verder, maar ik wil even laten zien wat ik gehaald heb. Ik heb weer kaas in van iets. Maar goed, ik wil jullie wel even laten zien. Oei, zonlicht. Even een beetje dimmen. Of ik zet jullie wel even hier in, hè? Dat kan ook. Dat scheelt weer een hoop. Wat heb ik allemaal gehaald? Ik heb deze kwasten gehaald. Kwasten setje, want mijn kwasten zijn een beetje crappen. Dus het is tijd voor een nieuwe set. Ik heb deze gewoon bij Action gehaald hoor. Ik had verder geen zin in allerlei poespas dingen. En dat is mooi, want deze kan ik dus gebruiken voor maskertjes. Dus dat scheelt. Uiteraard boodschappen gehaald, maar die liggen beneden. Ik heb een peel-afmask gehaald. Die ga ik vanavond lekker gebruiken met dus deze kwast. Ik heb een nieuwe dagcam weer bij Kruidvat gehaald. Die is letterlijk op. Dus in de eerste pot die ik dus helemaal heb opgemaakt ooit. Ik vind hem heel fijn. Dus ik heb een nieuwe gehaald. Dus die ga ik straks gelijk even opsmeren. Want ik heb vanmorgen nog een crème opgedaan. Heel slecht. Heel slecht. Tadaa. De potten zijn trouwens veranderd. Want ze waren eerst doorzichtig. Ik heb hopelijk een goede foundation kleur gehaald. Ik heb vandaag de Max Factor foundation van Action gehaald. Dan moet ik zeggen, Action is altijd maar de vraag of het een beetje werkt. Maar goed, ik heb kleur 40 gehaald. Dus dat is de lichtste kleur die ze hadden. Ik heb chocoladebonbons gehaald. Dan wil ik in een klein schaaltje gaan doen. Toffees. Nog meer toffees. Ik eet me daar even klem aan. En ik heb hem ook gekregen. Nieuwe wimperkruller, want die was op. Dus dat is eigenlijk alles. Ik ga even kijken of de foundation goed is. En even dit allemaal opbergen. Oh, er zit een plakseltje op.
Even kijken of alles een beetje goed is en goed werkt. En even de foundation checken. Dan hopelijk is het niet oranje of zo. En dan ben ik daar in ieder geval tevreden over. Ik ben even lekker aan de wandel geweest. Oh, ik denk, wat hoor ik nou? Maar ik ben heel even lekker aan de wandel geweest. Ik ben onderweg naar mijn oma. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon even lekker een rondje door de polder. De zon is toch aan het zakken nu. Dus het is überhaupt een heerlijk gezicht. Dus ik dacht, ik ben net achter aan de overkant van het weiland. En ik ben omaantje gaan doen. En nu ben ik bijna bij mijn opa en oma. Ik moest even het afgeven bij ze. Dus het komt helemaal goed. In ieder geval even bij hun chillen. En daarna weer lekker naar huis. En ik heb trouwens de komende zaterdag een date, jongens. Helemaal leuk. Klikt goed. Goedemorgen. Het is de volgende dag. Het is vandaag vrijdag. Mijn laatste dagje vakantie. Morgen moet ik weer werken. Ik heb vanmorgen even alles opgeruimd, wassen gedraaid. Er staat daar wasmand op de gang. Die moet ik straks even in de wasdroger zetten. Maar ik loop 3 rondjes om mijn kamer. Ik ging jullie mijn kamer nog even gewoon laten zien. En daarna ga ik deze vlog editen. Goed, ik ga het even zo doen. Hier bij de deur. Ik gewoon nog het plankje. Ik heb hier aan mijn wasmand staan en mijn ballon hangen er even aan. Want ik kan daar dus letterlijk nergens mee naartoe. Super wel vervelend, maar goed. Dus wasmand staat hier, mijn gele kast staat hier. Die moet ik nog opruimen en die wil ik binnenkort wit gaan verven. Dus let daar vooral niet op. Maar die gaat binnenkort of crèmekleurig worden of wit. Ik moet even kijken. Nou, mijn bed die staat dus hier. Waar die dus in het verre begin ook heeft gestaan. Dus die staat nu daar. Kledingkast staat daar. Dan heb ik hier tussen mijn bed mijn nachtkastje gezet. Mijn witte kast staat hier bij de raam. Staat eigenlijk veel beter hier, vind ik. Komt hier best wel goed tot zijn recht. Mijn stoel staat hier aan de hoek. Overigens een super lekker hoekje. Dit was het allereerste hoekje waar de stoel stond toen die hier net was. Maar al gauw was ik dat een beetje zat. Dus heb ik hem toen natuurlijk daar neergezet in de hoek. Maar ik vind hier bij het raam staat hij toch wat beter. Je hebt hier wat meer licht. Je hoort hier wat meer in de buurt en dat ik hier in een verdomd hoekje zit. Dus ja, ik ben best wel blij. En dan uiteraard mijn tv en mijn switch ligt hier. Die heb ik gevonden, die was ik kwijt. Lekker slim. Maar goed, dat dus. Maar ik dacht dus, ik ga deze vlog editen. En dan kan ik het weekend een nieuwe vlog maken. Want ik moet zeggen, ik weet niet wat ik het weekend kan gaan filmen. Maar het weekend wordt wel heel erg leuk en speciaal. Want ik ga überhaupt ooit... Ga ik zaterdag op date. Als alles goed loopt en doorgaat. Ik ga niet vroeg juichen.
Dan gaan we in de bios zaterdag. Superleuk, jongen leren kennen op dating app. En nu al bijna een maandje contact mee. Super gezellig, klikt gewoon goed. We spreken elkaar elke dag. Dus het wordt tijd om elkaar even te zien. Dus we gaan morgen middag, ik moet morgenochtend eerst werken. Morgenmiddag gaan we naar de bios. En aan de hand daarvan of het klikt, dan gaan we nog even wat drinken of ergens chillen. En klikt het niet, nee, dan was het allemaal heel gezellig. Maar ik gok, en ook hij gokt, dat het allemaal wel goed moet komen. Ik heb er eigenlijk gewoon heel veel zin in, weet je jongens. Ik heb vanaf mijn 12e had ik een basisschoolvriendje en daarna heb ik nooit een vriend gehad. Altijd klikte het net niet of dacht ik van, oh nee, dat wordt hem ook niet. Dus ja, het wordt wel eens tijd, zou ik zeggen. Maar ik heb er wel heel veel zin in overigens hoor, echt waar. In ieder geval ga ik nu dus deze vlog editen. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om de vlog af te sluiten, maar ik denk dat ik vandaag bij de weekend trek. Dus vrijdag, zaterdag, zondag. Aangezien het weekend best wel raar wordt en ik natuurlijk ochtenden moet werken. Dus dat is ook wel een dingetje. Ik heb trouwens mijn make-up gedaan. Ik heb nieuwe foundation. Ik heb überhaupt nieuwe make-up. Ik vind het heel fijn. Ik had eerst foundation dat je echt wel zag dat ik foundation op had. Maar nu valt het niet zo op. Je ziet gewoon de roodheid van mijn gezicht gewoon nog doorheen. Het is alleen een kleine coverage, om het zo te zeggen. Maar daar ben ik wel, wel blij mee. In ieder geval, ik ga de vlog editen. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog. Ik moet even nadenken wanneer ik deze ga uploaden. Maar ik wil me trouwens wel weer gaan vasthouden aan het wekelijks vloggen. Dus een week en een weekend. Tenzij er af en toe leuke tussendagen tussen zitten. Dan denk ik, dan doe ik dat apart. Maar op zich zo'n week en weekend vlog, dat is goed te combineren met werk. Dus dat moet helemaal goed komen. In ieder geval bedankt voor jullie kijken. Ik heb een topvakantie gehad. Ik heb genoten. Zowel in Brussel. Helaas de beelden daarvan kwijt uiteraard. Maar de momenten, die blijf ik onthouden. Natuurlijk daarna nog met Ash weg geweest. Nog even met vrienden op pad geweest. Met mijn tante natuurlijk weg geweest afgelopen dinsdag. Het was gewoon super, super gezellig. Maar ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken. Doeg!